Nou, dat kijk, oma Karel, en dat zie, tante Sjaan, het was een dobber, maar we hebben het weer gehad. Die oude rotschool is verdwenen, hij zag er ook niet uit. Wat een geluk, nou ligt die rotzooi plat. Karel, je had het gauw gesnopen, je had de kranen half open. En daarom werd het een gedoesverbrak. Ons dorp, dat is toch maar gezegend. Met zo'n lustvereniging, met zo'n lustvereniging. Ons dorp, dat is toch maar gezegend. Met zo'n lustvereniging. Het bedrijf van Jan Tehal ging ook zo best niet meer. En daar vloog zijn boerderij mooi in de brand. Het was al over vijf. Het was bij winterdag, die schepen stonden in het bevroren land. En het water was bevroren, het boerderijtje hing verloren. Maar daar was het Jan Tegel op te doen. En het wachten was alleen nog op de zeetjes. En van de brandverzekering, en van de brandverzekering. En het wachten was alleen nog op de zeetjes. En van de brandverzekering. En als loop van de VB, mag ik jullie toch nog eventjes attent op het feit dat in ons dorp de werkgelegenheid is gestegen met zo'n dikke 10%. Sinds ik hoofdman van de brandweer loopt het meestal uit de hand, zodat er vergoedelijk verbrand. Huis ons dorp, dat is toch maar gezegd. Het zo'n blusvereniging, het zo'n blusvereniging. Huis ons dorp, dan is toch maar gezegd. Het zo'n blusvereniging.